Het personeel van het directoraat cultuur van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is in beraad. De reden is dat zij zeer ontevreden zijn over het beleid van de directie. De ontevreden werknemers gingen vandaag naar het ministerie van Onderwijs, waar zij een petitie overhandigden aan onderwijsminister Lilian Ferrier. Na het in ontvangst nemen van het verzoekschrift maande de bewindsvrouw hen tot rust. De penningmeester van de CLO, Glenn Swami Persat, gaf aan dat de maat vol is voor het personeel. Hij verving CLO-voorzitter Ronald Hooghaart, die vandaag naar het buitenland is vertrokken. Volgens Swami Persat is hij niet helemaal bekend met de knelpunten van het directoraat. Maar waar het eigenlijk om gaat, dat de directieleden van cultuur ver buiten hun bevoegdheden gaan. Hetgeen betekent dat ambtenaren, het personeel niet wordt geteld en niet wordt meegenomen. Er worden beslissingen besluiten genomen door hun. En vaak genoeg is het zo dat de mensen zelf het niet eens zijn. En wat zij leuk vinden en goed vinden, drukken ze door. En dat is niet nu, is vanaf hun aantreden. En nu zegt het personeel van het is genoeg. Ze willen niet meer. Dus ze vragen vertrek van de drie mensen. De directeur, de onderdirecteur. Wie is die andere? En mevrouw Wongatong. En mevrouw Wongatong, wat is zij? Ze is gewoon een medewerker. Oh, een medewerker. Dus onderdirecteur, de directeur en mevrouw Wongatong, een medewerker. Het personeel vraagt vertrek van de mensen. Want ze zijn de situatie al beu. Volgens Swami Persat gaat de CLO ervan uit dat waar er rook is, er ook vuur is. Daarom komen zij meteen in als personeelsleden aangeven dat zij een situatie beu zijn. In de petitie hebben de werknemers enkele tekortkomingen van de directieleden aangegeven. Dus er is nog meer die we mondeling, die het bestuur mondeling gaat toelichten. En hij al reeds heeft toegelicht aan de minister. Dus de minister is van alles op de hoogte en net zojuist gevraagd heeft om een beetje rust in de zaak te brengen. En ze heeft gevraagd tot vrijdag uiterlijk oplossing te brengen in de zaak. Wat kan er als middenweg oplossing zijn in dit probleem? Nou kijk, er zijn twee opties. De mensen moeten zich gaan buigen over de zaken. Met betrekking tot het beleid daar op het directoraat. Als dat niet het geval is, dan is het sowieso vertrek van, dat eist het personeel op het directoraat, vertrek van de mensen. In principe is er, niet meer, is er geen sprake meer van overleg en middenweg. Er is helemaal geen sprake meer. De mensen zijn zo dusdanig verhit dat straks in een interview met de mensen, tet-tet-tet, misschien gaan ze ook aangeven hoe erg het is daar op het ministerie. Het is geen beleid. Het is geen beleid waaronder jullie krokomang en fikoidigomitee te entak luisteren. Zo breed, zo smal. En hier is maar ze geeft geen gehoor. Waaronder dit is maar Edusa, dit is maar 1, dit is maar 6, dit is maar 3 en dat. Dat is maar het systeem in de war. Het is 5 december was First Lady in de tuin. First Lady heeft de mensen van de Palmontuin een paar pakketten beloofd. Kerstpakketten waaronder de kerstpakket kon, maar waaronder bepaalde zandmotoren in de kerstpakket. En de kerstpakket is maar onderdrukt kerstpakket. Waaronder een vrouw zijn ziek. Ze is al een half jaar thuis met ziek. Nooit one day, dus mag je aan toestemmen voor een bezoek aan vrouw. Laatst nog een pakket goed voor dus maar onderduiken pakket. En dat noemen wij geen beleid. Trouwens, mevrouw Bolasing, Gona Nula Hatterman, Gogo legt een grafsteen daarop. Waaronder een man zei nemen, waar dat actie. Is het niet schadelijk die heb je gezegd? Ik kon tekenles just of just maar zei roko ja. Nee, ik heb opdracht gegeven. Dat wil zeggen, je doet dingen met macht. Je bent daar als OETC, maar je bent geen God. Dat neem ik geen beleid. Dus we willen een beleid hebben. Want beleid, hoe smassa kan draaien ook op. Want geloof me, vorige directeur doe bij Abdap en onderdirecteur de Toemanda Tjare Waka. Waaronder Sidul en meneer Dugwa. En voor kaffee en toef de soortus, maar dat bakadang, Aroko Kango. De heer Burleson, hij is een van de werknemers van het directoraat cultuur. Die zijn ongenoegen uiten over de directie. Minister Ferrier heeft tot vrijdag de tijd gevraagd om zich over deze zaak te buigen. Tot dan blijft het personeel in beraad. Zij zullen dagelijks in de Palmentuin bijeenkomen.